1, 2, 3. Welkom allemaal bij deze nieuwe video. Het is voor mij vandaag zaterdag. Het is inmiddels avond. Het is half vijf. Nee, half zes. Ik heb even de deur dicht. Het is namelijk zo dat het me leuk leek om een avondroutine te gaan opnemen. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga jullie lekker meenemen de hele avond. Ik heb vannacht niet zoveel gedaan. Ik had niet echt mijn dag vandaag. Ik voelde me niet zo lekker. Maar het is nu avond aan het worden. En mijn kledingkast is een enorme bende. Dat ga ik de komende week ergens ook weer eens eventjes opruimen. Want dat is ergens wel heel erg hard nodig. Want het ziet er echt niet uit. Maar goed, nu is dat niet nodig. Nu ga ik gewoon lekker een t-shirt pakken. Niet dit t-shirt, dit is een normaal t-shirt. Maar wel een t-shirt. Als er nog iets leuks voor me tussen ligt. Die ligt echt van genoeg, maar zoveel. Dat ik gewoon niet eens waar ik iets moet pakken. Ik weet niet waar ik iets moet pakken, echt ongelooflijk. Dus dit. Deze wel. Dit is mijn New York City t-shirtje, dus die ga ik lekker aan en een broek en dan ga ik lekker douchen. Alleen de camera is bijna leeg, dus na het douchen ga ik jullie laten zien welke producten ik tegenwoordig in de douche gebruik. Goed, het licht is niet helemaal wat het moet zijn. Ik heb namelijk een make-up lamp, zeg maar, onder vanaf onder die licht schijnt. Dat is ook niet heel erg chic, maar... Ik ga jullie wel gelijk even laten zien hoe of wat. Ik dacht, ik doe de kamer gewoon aan de lader. Dan kan ik gewoon nog filmen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga even mijn spullen pakken. Even kijken hoor. Deze. Ik vind water in. Maar fijn. Deze. En. Goed. Dit zijn dus de producten die ik gebruik. Ik gebruik als shampoo of als douche dingen de body wash. Voor mijn lichaam gebruik ik deze van Dolf met kokosnoot en jasmijn. Dan heb ik een fade-out shampoo van de Hema. Deze gebruik ik dus om de kleur uit mijn haar te proberen. Daar probeer ik het mee te krijgen. En dan gebruik ik daarna nog een kokosnoot care conditioner van deze komt bij Action vandaan. Deze komt bij Kruid wat vandaan, maar deze kun je ook bij de Action kopen, heb ik gezien. Dus dat is heel top. Dus dat gebruik ik eigenlijk na het douchen. En dan ga ik heel voorzichtig het kastje open doen voordat alles uitvalt. Staat die hier? Staat niet hier. Oh jongens. Alles heel voorzichtig. Even kijken, waar is mijn body butter? Oh hier. En dan gebruik ik na het douchen lekker de body butter van Term. En die is super lekker. Hij ruikt super, super fris. Dus die gebruik ik eigenlijk na het douchen altijd. Dus ik ga even lekker douchen. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, ik ben lekker gedoucht. Ik heb me lekker ingesmeerd met een heerlijke body lotion. Ik heb mijn haar lekker gedroogd en gelijk wax neergedaan. Want dan droogt dat mee. En dan is mijn haar iets minder vet dan normaal en sneller minder vet. Dus dat is heel fijn. Ik heb de deksel weer op dit potje. Mocht je trouwens afvragen wat ik aan heb. Ik heb een grijze body aan. Een t-shirtje eroverheen, want het is iets te koud voor een body alleen. Korte broek eronder. En gewoon verder lekker mijn slippertjes. Verder ben ik nu momenteel niet zo heel veel aan het doen. Ik ga zo eten, want dat moet natuurlijk nog wel gebeuren. Ik heb nog niks gegeten. Het is namelijk nu 6:10. Het is vrij laat geluncht, dus dan eten we ook iets later. Maar ik wou iets zeggen, nu ben ik het weer kwijt. Mijn haar lijkt trouwens rood, jongens, maar dat is het niet. Het wordt nu bruin. Zo, zie je het? Het wordt nu wel. Nu kan je het wel echt zien. Het wordt nu wel echt minder felrood en meer bruinrood.
teken dat het spul wel werkt die ik gebruik in de douche. Ik heb een tinted lip balm opgehad van Catrice. Dit is echt een hele toffe. Ik ga hem jullie even laten zien. Dit is de lipstick. Hier zit nog zo'n plakrandje, dus die moet ik eraf halen. Maar deze verandert dus van kleur. Deze houdt de kleur dus op je lippen, ook al gaat hij eraf. Je hoeft ook heel weinig op te doen. Het lijkt een lipstick, is dit niet. Het is echt serieus een lipbalm. Dat verwacht je in eerste instantie niet als het er zo uitziet. Maar dit is dus een lippenbalsem en de kleur die blijft dus achter op je lippen, wat ik net al zei. Super chill. Verder heb ik een kleine verandering aan mijn kamer gemaakt, dat heb ik al verteld. Volgens mij. Heb ik dat verteld? Geen idee eigenlijk. Ik heb namelijk de printer hier gezet, spiegel daar gehangen en het kastje daar weggehaald. Omdat ik dat gewoon niet gebruik en de printer hier gewoon wel veel beter tot zijn recht komt op mijn bureau en ik toch niet mijn hele bureau nodig heb. Dacht ik, ik zet hem lekker hier neer, want dat is veel fijner. En ik heb mijn lamp erop gezet. Mijn telefoonstandaard staat hier, dus dat is helemaal top. Mijn telefoon is trouwens niet heel erg vol meer. Dus die gaan we zo eens gelijk opladen. En de camera natuurlijk ook, want die is nu maar een halve batterij in plaats van een hele. Maar ik ga zo lekker naar beneden toe en lekker eten, want dat moet ook gebeuren. Ik heb trouwens mijn skincare verder nog niet gedaan, want ik ga vanavond een maskertje opdoen. Dus is dat hetgene waarom ik het nog niet heb gedaan. Dus dat ga ik straks allemaal doen als het maskertje erop is geweest. Anders ga ik heel dubbel werk doen. Dat heeft ook allemaal geen zin. Dus eerst eventjes avondeten. Goed, inmiddels heb ik lekker gegeten. Ik heb een appel. Appeltoetje. Ik ga wat ophangen. Dat moet nog gebeuren. Ik ben heel erg overbelicht. Oeh. Maar ik dacht, ik ga in plaats van een toetje of ijs of zo, gewoon een appel eten. Dat is veel gezonder. Ik heb alleen de schil eraf gehaald. Een beetje zo'n schilklam van de appel of zo. Maar het is in ieder geval gezelliger en gezonder. Dan een toetje. Goed, ik eet mijn appel op. Dan ga ik op wat hangen. En dan ben ik weer terug. Ik heb zojuist iets gedaan. Ik heb een pony bij mijn eigen geknipt. Het lijkt me een super leuk idee om weer een pony te hebben. Dus ik heb een poging gedaan om een pony bij mezelf te knippen. En ik moet zeggen, het is niet zo heel erg slecht gegaan. En ik vind het nog heel stiekem heel erg leuk. Het is heel gek om mezelf te zien met pony. Dit moet dan wel even achter mijn oren en zo natuurlijk. Ik heb een pony. Ik kan hem ook gewoon wegwerken. Want als het me nu niet zint, dan kan ik ook gewoon zeggen van ik doe dit. En dan is het gewoon weg. Maar ik kan ook zeggen ik doe dit. Even een kam er doorheen. En dan heb ik gewoon weer een pony. Nu zit het niet helemaal hoe het moet zitten, maar goed. Ik ga tot met het idee. Maar ik vind dit heel stiekem eigenlijk heel erg leuk. Het is natuurlijk niet professioneel geknipt en het ziet er misschien ook niet zo uit, maar ik vind het wel iets hebben hoor. Ik vind het wel heel erg tof. Ik heb gewoon half een lokkaal geknipt. Maar ik vind het wel leuk. Het heeft iets. Ik weet het niet. Ik weet het. Ik ga het voor nu heel even laten. En ik ga denk ik wel even aan mensen reactie vragen wat ze ervan vinden. Ik ga even iedereen opbellen. Ik ga mijn oma bellen. Nee. Waarom niet? Daarom niet.
heb net iets gedaan. Wat heb je gedaan? Hè? Wat heb je gedaan? Ik weet niet of het leuk is. Ik vind het ergens wel leuk. Ja. Nou, je hebt je haar geknipt. Ik heb mijn pony bij mezelf geknipt. Ja, nou, het staat toch leuk? Is het leuk of ziet het er niet uit? Jawel. Het is even wennen. Ja. Geknipt. Ik heb een pony geknipt. Oh, vind je het leuk of vind je het niet leuk? Is leuk staan met dat korte haar? Oh. Jawel, hè? Ja. Nou, hè? Ik dacht ik ga het proberen, dus ik heb alles bij elkaar gepakt en dan zo recht afgeknipt. Ja. Steeds een klein stukje korter, tot het boven mijn wenkbrauw kwam. Ja, nou dat is toch zo? Ik vind het wel leuk. Ik vind het leuker dan zo'n kaal voorhoofd. Ook zo. Ja, maar ik dacht het is even wennen, omdat ik natuurlijk ik heb altijd een lok gehad naar één kant. Ja, maar ik kan er voor die ton nog een klein beetje schuin doen. Ja, dat kan. Dat is kan, dat hoeft niet. Dus, ja, leuk. Dus ik vind, ik weet niet, ik vind het wel even wennen, maar ik vind het wel leuk. Ja. Ja, het is wel leuk zo. Dus, ja. Ik denk, zo is wat anders. Ik heb niks te doen. Dus raak ik maar een pony knippen bij mezelf. Goed. Ik ga Ashley bellen. Ik ben benieuwd wat zij ervan vindt. Hallo. Hey. Niet schrikken, ik heb iets gedaan. Wat heb je gedaan? Ik heb een pony geknipt. Heb je dat zelf gedaan? Ja. Hoe vind je het? Dat is wel anders. Ja, hè? Alleen dit moet dan eventjes... Dit alles is nu heel plat, dus het moet een beetje bol gefeund worden en zo. Ik heb een pony bij mijn eigen geknipt. Je hebt allemaal lekker. I know. Maar ik dacht, ja. Mijn ma zegt, oh, je hebt toch niet geknipt, hè? Nee. Ja. Ja. Nee, ik dacht ik wil wat anders. En het voordeel aan mijn korte haar is als ik dit zat ben, doe ik gewoon zo. En dan is alles weer footsie. Dus ja. Maar ik vind dit leuker. Gek, hè? Het staat heel anders, maar ik vind het wel leuk staan. Het is niet dat ik denk van, eeuw, dit staat niet. Het is wennen, maar het is wel leuk wennen. Het is niet dat ik gelijk al dacht van, oh my god, no, dit wil ik niet. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel iets hebben. Ik voel me een beetje Nona, want ik heb ook een rode gloed in mijn haar. Nog nu. Omdat ik natuurlijk die dingen heb uitgeverfd. Of uitproberen te halen, is mijn haar nu rood. Toen ik dit had geknipt, het eerste wat ik dacht, oh nee, ik ben Nona met kort haar. Mijn haar is echt rood hier aan de voorkant. Maar wat kruid dan van? Ja, dat zwarte, maar nu komt het rode terug, omdat ik dat laatst geverfde. Dus het wordt eerst rood, voordat het bruin gaat worden. Maar ja, maakt niet uit. Maar, kan ik zo wel door het leven? Ja. Ja, hè? Ja. Oké, wacht, ik ga naar Tuska even bellen. Want die moet het ook nog eventjes. Die moet het ook nog. Wacht, waar is Tuska? Die heeft het ook nog helemaal niet gezien. Oh, wacht, ik moet uit beeld. Oh, hij is leuk. Oh, hij is mooi. Maar hij is wel anders dan. Maar hij is ook wel echt, je ziet wel gelijk dat hij groter is. Hij is nogal iets kleiner. Kijk. Okay. Ja, maar dat scheelt niet zo. En de rest. En de andere kant. De daadwerkelijke klem, hoe is die? Die is wel even groot. Ja. Ja. Beter. Tuska.
Doeska. Mipas. Yo. Yo, ik heb iets gedaan. Geknipt. Ja, ik heb voor die geknipt. Ik heb dit geknipt, die pony. Waar heb ik geknipt? Omdat het leuk is. Oh my god. Hoe vind je het? Maar kijk, als ik dit zat ben, kan ik ook dit doen, hè? En dan is het gewoon weg. Dus, maar ik heb mijn pony geknipt. Ja, daar is Kim. Nou. Chantal neemt dus nu op, die is met dingen bezig, dus ik ga haar nu een foto sturen. Zo, dit is de foto. Die ga ik haar nu sturen met de tekst. Ik heb maar dus nu de foto gestuurd en ik ben dus heel benieuwd naar haar reactie. We gaan er gewoon even op wachten, want ze is als het goed is zo meteen. Ze was net online. Oh, en ze is weer online. Ik ben heel erg benieuwd wat ze gaat doen. Ze heeft hem dus nu gezien. Zal ze gaan typen? Ik hoop het. Ja, ze is weg. Komt ze terug online? Ja, ze is weer online. Ik vind het dus nog steeds een heel raar gezicht. Ik heb mijn tante haar reactie niet gefilmd, omdat ik eigenlijk niet had verwacht dat zij ook op wat ze op zou nemen. Maar die vond het dus ook super leuk. Ze zegt ook, ze zegt, joh, dit staat je echt serieus hartstikke goed. Je kan het hebben en als ik het, wat ik zeg, als ik het zat ben, ik doe het opzij en er is niks meer aan de hand. Alleen dit wil steeds naar die kant. Dus dit lijkt alsof dit korter valt. Maar dit valt gewoon recht. Maar dit ruikt elke keer omhoog. Dus dat is een kwestie van gewoon dat het goed moet gaan vallen. Maar ik vind het wel heel erg tof staan. Het is heel gek allemaal in één keer, maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus ik ga tegenwoordig door het leven met dit. Ik vind het wel leuk. Ik zou dus een maskertje opdoen deze avond, dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik ga nu wel mijn skincare doen. Ik heb net mijn gezicht al schoongemaakt met een watje en deze... Dat gaat niet. Even kijken hoor. Met deze reinigings pure gel of micellair water van Kruidvat. En wat ik nu ga doen, is ik ga even deze... crème mixen met deze skin booster. Oh, en Chantal heeft gereageerd. Ze heeft gezegd, oh wauw. Ik ga haar morgen nog wel even overbellen. Dus als je nu morgen wil zien wat haar echte reactie is, check dan even de vlog van morgen. Maar ik ga dus dit en de crème. Ik doe hier dus één pompje van op mijn hand. En dan een klein beetje van deze. Dat je dus twee soorten hebt. De camera is heel erg overbelicht. Dat is wel heel erg jammer. Ik mix een beetje. En dan zal je misschien denken, wat doe je ontzettend veel op je gezicht. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik smeer ook heel veel op mijn gezicht. Maar ik merk dat mijn gezicht, zeker 's avonds en midden in de nacht,
best heel erg veel nodig heb. Ik ga het allemaal in mijn pony zitten. Dat is wel een nadeel. Zo. Het is dus inderdaad heel veel wat ik opsmeer, dat klopt. Maar mijn gezicht heeft dit wel echt serieus nodig. Nu heb ik alleen hele vette handen, dus ik ga even mijn handen afdoen. Anders heb ik een probleem en zit het straks overal. Goed, deze draai ik weer allemaal dicht. En zet ik weer terug in de kast. Die daar kastje weer dicht. En tadaa, ik doe elke keer dit, omdat ik gewend ben om dit uit mijn gezicht te flippen. Maar dat hoeft dus nu helemaal niet. Want ik heb nu dus een pony. Nu moet ik nog steeds heel erg aan wennen. Chantal is online, dus ik ga even vragen. Wat vind je? Nee, ik ben er serieus echt super blij mee. Dus ja, in ieder geval mijn skincare is nu dus gedaan. Dat lekker even intrekken. En als dat gedaan is, dan duik ik lekker mijn bed in. Het is ook al serieus 10 over 10. Dus het is niet zo heel erg vroeg meer. En aangezien ik morgen gewoon weer lekker vroeg mijn wekker wil gaan zetten, want ik ga morgen bananenbrood maken, leek het me wel een goed idee om, dat is eigenlijk lekker op tijd in de ochtend te gaan doen. Ik had die eigenlijk ook eerst op moeten. Nou, maar niet. Dit kan ook. Ik ga dus lekker slapen en verder niet zo heel veel doen. Ik slaap trouwens onder een... mijn knie. Ik slaap onder een eenpersoonsbed. Dekbed. Dat is deze. Deze die hier zit liggen is een eenpersoons dekbed. Ik vind dat lekker liggen dan onder een eenpersoons dan onder een tweepersoons. Omdat ik mijn eigen daar echt helemaal in draai. En hier niet. Dus ik hou gewoon s'avonds lekker deze kussens van het bed af. Ik heb er eerst 6 op staan en nu staan er gelukkig maar 2 op. Dus dat is wel heel erg fijn. Nu leg ik gewoon naast mijn bed hier neer. Draai ik deze om. Dit is het voeteneind van dit dekbed. En dat is het hoofdeind van het dekbed. Dus ik moet hem zo draaien. En ik slaap aan die kant. In het begin sliep ik altijd aan deze kant van het bed. Maar ik merkte toch dat als ik 's morgens wakker werd, dat ik wakker werd aan deze kant. Dat is ook echt wel zo gebleven. Dus vandaar dat ik hier slaap. Aan die kant. Zo ook dus vanavond. Ik heb mijn slaapzetje natuurlijk al aan, want ik heb deze body aan. Dus ik doe het t-shirt zo meteen lekker uit en dan ga ik lekker slapen. Mijn telefoon leg ik zo aan de oplader. En verder doe ik niet zo heel erg veel meer. Ik leg mijn telefoon dan ook hier aan de oplader. Mocht je dat afvragen, ik moet alleen die 2 kabels nog even omwisselen. Voorheen laadde ik mijn telefoon altijd naast mijn bed op. Maar dat doe ik nu dus niet meer. Maar ik moet deze even omwisselen. Deze hier. En deze. Die moet daar, maar die wil daar niet. Ja, waarom wil die dan niet? Hoe kan dat? Zo. Nu wel, als het goed is. Yes. Top. Goed, dat dus. Deze stekker steek ik er morgenochtend weer in. Dus van dat lampje wat daar staat, die heb ik er dus uitgehaald. Om zo mijn opladkabel erin te steken. Want anders kan ik mijn telefoon niet laden. Dan kom je eigenlijk net een stopcontact tekort. Ziet er ook heel leuk uit zo. Oh jongens, dat kan echt niet. Even kijken hoor. Deze moet dan hier doorheen. Dit gaat trouwens elke avond zo, mocht je het afvragen. Telefoon aan de lader. Voilà. Top. Die leg ik dus lekker hier neer. Ik kan mijn telefoontje lekker laden. En morgenochtend gaat hij er weer uit. Soms doe ik deze lamp er ook niet terug in hoor. Want
dan? Ja, ik gebruik hem heel soms, niet altijd. Maar goed, in ieder geval, ik ga lekker slapen. Ik wil niet eens meer focussen, jongens. Dus het is echt serieus bedtijd. Ik bedank jullie heel veel voor het kijken naar deze vlog. Kom op, focus even voor het einde. Nee. Jongens, ik wil niet meer focussen. Wat is dit voor patent, jongens? Nu wel. Oké, heel raar. Oké, in ieder geval. Bedankt voor het kijken naar deze video. Een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. De avondroutine is iets anders verlopen. Er zijn wel stukjes die je missen. Maar in ieder geval. Dan is er toch nog een video online. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken naar deze video. En vind je mijn pony nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vind je het niet leuk? Doe dan ook een blauw duimpje omhoog. En reageer in de comments of je vindt dat ik het misschien anders had moeten doen. Of... zeg iets, ik vind het allemaal prima. In ieder geval bedankt jullie voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog en ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Doeg!